Lingewaard is een lijk uit de kast gekomen. Op de valreep bekendgemaakt door het scheidend college van burgemeester en wethouders. De grond rondom de gemeentewerven in Bemmel, Gent en Huissen is namelijk flink verontreinigd door zout. Ja, de zoutopslag die kon weglekken in een sloot in Bemmel. Die grond is al gesaneerd, maar in Huissen en Gent moet dat nog gebeuren. De kosten? €170.000. En dat doet pijn, want het tekort in de voorjaarsnota loopt hierdoor op naar €1,3 miljoen. Hoe ernstig is dit? Of moeten we het allemaal met een korreltje zout nemen? Wethouder Louis Dolmans legt even uit. Ja, zo wordt dat genoemd. Hè. Je hebt wel eens tegenvallers en die komen dan zomaar op tafel. En wij ontdekten op een bepaald moment dat er zout in de bodem zat. Dat is alweer een heel tijdje geleden, want dat was eind vorig jaar. En wij hebben toen gezegd, dat moet je meteen opruimen. Is ook gebeurd op één plek in Bemmel. En in Gent en Huissen ligt ook nog wat. Daar hebben we inmiddels ook besluiten overgenomen. En dan moet je ook financieel afwikkelen. En die financiële afwikkeling, daar hebben we een tijdje geleden hebben we daar al een brief over aan de gemeenteraad gestuurd. Dus dat is eigenlijk al bekend. Oud nieuws zou je zeggen. Alleen het komt nu in het nieuws. Omdat wij een gesprek met de Gelderlander hadden. En daar hebben we gezegd, wij laten de zaak financieel netjes achter. En we hebben ook een aantal tegenvallers in de begroting gewerkt. Zoals daar zijn die zoutopslag die inmiddels voor een groot deel gesaneerd is. De vervuiling en de kosten die daarmee gemoeid zijn is niet het enige. Ook blijkt dat de verouderde stroomkasten die gebruikt worden voor evenementen en markten in alle kernen vervangen moeten worden. En zoals nu blijkt zijn 2 van de 99 te verkopen gemeentelijke panden al gesloopt. En daar moet dan wel weer €210.000 voor worden afgeboekt. Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? We hebben stroomkasten die staan op markten en bij festiviteiten en zo. En die dingen moeten veilig zijn en die moeten gekeurd worden. En op een bepaald moment kregen we het signaal dat die dingen zijn verouderd en die moeten ze vervangen worden. En als je daar dan geen geld voor in de begroting hebt opgenomen, en dat was het geval, ja, dan kost je dat extra middelen. Als je dat netjes doet in je begroting, dan voorzie je dat je op enig moment die dingen moet vervangen en dan heb je dat geld gereserveerd. Dat was niet het geval en dat noem je dan lijkjes in de kas of zo, hè. Dat is een soort volksterm. Maar het zijn eigenlijk gewoon uitgaven die je niet verwacht had en die dus een tegenvaller zijn. Ja, hoe dan ook. Bij elkaar is het een financiële tegenvaller van €500.000... die mede zorgt voor een tekort van €1,3 miljoen in de nog te presenteren voorjaarsnota. Louis Dolmans gaat er wel vanuit dat hij die 1,3 miljoen in de loop van dit jaar nog kan inlopen. Betekent dit extra bezuinigingen? Nou, we hebben dat ook aangegeven. Als je tijdens het jaar, dan rapporteer je over hoe het er financieel voor staat. En dan is het bijna standaard dat als je met de eerste rapportage komt, dan zie je hier en daar wat tekorten ontstaan op budgetten. Maar dan heb je nog een jaar voor je bijna. Hè? Vorig jaar, in 2013, hadden wij een tekort van 2,2 miljoen. Hè? Als we dus zouden doorgaan met de budgetten zoals geraamd, dan zou je op het eind van het jaar 2,2 miljoen tekort komen. Maar je hebt niet voor niks een rapportage. Als je dat ziet aankomen, dan is het 2,2 miljoen vorig jaar op een 100 miljoen. Dat is 2%. En die moet je dan ergens zien in te lopen. En aan het eind van dit jaar eindigen we weer met een overschot. 2013 eindigen we met een overschot van 7 ton. Dus wij slaagden naar vorig jaar ook in om dit in te halen. Dus als we dat nu constateren, dat we een miljoen zeg maar tekort komen volgens de raming die we nu doen, dan is het aan onze taak, alleen ons ben ik straks niet meer, of ons college niet meer, is het volgende college, om dat miljoen weer in te lopen.